Het is 4 april 2017 en 11:45, dus de dag is nog maar net begonnen. Ik ben teruggekomen uit een lezing van Barneveld en ik sta een beetje overprikkeld te wezen op een station en te wachten totdat er een volgende trein komt. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in mijn leven met autisme. Of misschien wel gewoon in het leven, in wat ik dagelijks doe. Zoals vandaag op een station staan om 11:45 s'avonds, terwijl ik nog 3 kwartier naar huis toe moet. Een beetje overprikkeld te wezen, terwijl ik morgen om 10 uur in een trein moet zitten om in Heerenveen een lezing te gaan geven. Dus het wordt weer spannend. Die lezing moet ik nog maken, die ga ik dadelijk maken. Maar ik kijk altijd graag op de dag zelf wat ik wil gaan vertellen. Maar ja, dit is wel eigenlijk het lastigste. Hier, zo'n leeg station. Echt helemaal niemand. En dat doe ik best vaak. En dan sta je dan zo in de leegte op zo'n station. Zit te mijmeren en dan weet je niet wat je verder moet. En, ja, dit vind ik wel eenzaamheid eigenlijk. Dus een Amerikaanse schilder die daar mooie schilderijen over gemaakt heeft. Maar ja, je ziet het misschien ook een beetje aan mij. Ik zie er wat anders uit als je me normaal ziet. Maar ja, dit vind ik gewoon lastig. En dit is zo'n tijdstip waarop je niemand meer kunt bellen om even bij te praten. En waarop je eigenlijk een fantastische avond hebt gehad. Want in Barneveld was het best een geslaagde avond. We hebben leuke gesprekken gevoerd over autisme en verslaving. Het is ook mooi dat de verslavingszorg daar nog aanwezig was, die ook hun bijdrage kon leveren. Dus eigenlijk allemaal heel erg tof. En dan nog, en dan sta je hier, zo, op zo'n leeg station. En dan is zo'n moment eigenlijk dat je het allemaal niet meer weet. Nou, heb jij nou ook zo'n moment dat je het allemaal even niet meer weet? Laat mij dat gewoon weten. Niet dat ik er iets mee kan doen, maar zorg voor mij misschien dat ik minder alleen ben op sommige momenten. En misschien kunnen we samen wel ergens een manier om lachen, want ja, ik vind het ook wel weer grappig. Ik heb een station voor mezelf alleen. Ja, dat is wel positief omkeren. Dit is mijn eigen station. Welkom op station Almelo. Nou, ik zou zeggen, ik ga morgen naar Heerenveen. Het is me vandaag niet gelukt om te filmen, misschien morgen wel daar. En dan gaan we het gewoon zien. Ik ga in ieder geval morgen weer een mooie lezing geven, super enthousiast en proberen uit te slapen. Wat ga jij doen? Laat me weten, laat een reactie achter onder de YouTube video of laat een reactie achter op Facebook. Ik vind het tof hoe dat mensen ook, zeg maar gisteren, het is voor mij nog vandaag, weer gereageerd hebben. Ja, bedankt. Het is toch een tijd voor een biertje, denk ik. Ja, af en toe wordt het een verslaving, ja. Sigaretje, biertje. Ik krijg vallen omhoog. Gast, ga naar bed.